إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم beste luisteraars. Het is even wennen om in een lege ruimte te zitten en tegen een camera te spreken, maar inshallah gaan wij ons best doen. Alhamdulillah, we begeven ons nog steeds in de maand Ramadan en inmiddels zijn al, ik geloof, 9 dagen zijn voorbij gegaan. Dus ik hoef jullie eigenlijk niet te vertellen hoe belangrijk deze maand is en hoeveel profijten de maand Ramadan met zich meebrengt. En dat er in deze maand een nacht is die meer waard is dan 1000 maanden. Want dit hebben jullie vast en zeker in de afgelopen 9 dagen gehoord van andere broeders die hier zijn gekomen en op andere plekken. En in andere moskeeën of instellingen waar zij ook lezingen verrichten. De meeste moslims zijn hier bekend mee. En ik hoef jullie ook niet te vertellen dat in het vasten heel veel profijten zitten, ook voor ons lichaam. En voor onze gezondheid. Want alhamdulillah, als het gaat om onze generatie, dan zien wij dat de huidige moslimgeneratie heel erg goed op de hoogte is van de verschillende profijten die het vasten meebrengt voor onze gezondheid. Ja, wij zien mensen allerlei recepten delen, allerlei ideeën delen over hoe jij een gezonde iftar kan houden. Dus daar hoef ik jullie geen bewustzijn over bij te brengen, alhamdulillah. En wat ik vandaag met jullie wil bespreken, is een hele andere vorm van bewustzijn. Een bewustzijn die waar wij vaker bij stil zouden moeten staan. En dan spreek ik ook inclusief tegen mijzelf. En dan heb ik het over een zelfbewustzijn. De bewustzijn van een lichaamsdeel in onszelf, waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam over gesproken heeft, dat als jij er zorg voor draagt dat dit stukje lichaamsdeel, als jij daar zorg voor draagt, dan zal dit veel profijt voor jou brengen. En als jij dit stukje lichaam verwaarloost, dan zal jij veel slechtheden meemaken. Dus het is overgeleverd in een hadith van Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala anhu, dat hij zei, dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft horen zeggen, ala wa inna fil jasadi mudra. Iza salahat, salahat jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kullu. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, hij zegt, voorzeker, er is in het lichaam een klompje vlees, een stukje vlees. En als dit goed wordt, dan zal het gehele lichaam goed worden. Maar als dit wordt verpest, dan zal het hele lichaam verpest worden. En, toen zei de profeet, en dit is het hart, de qalb,
ons hart. En daar wil ik, inshallah, in deze lezing samen met jullie bij stilstaan. Dus subhanallah, de profeet Sallam heeft duidelijk gemaakt dat als ons hart, als dat goed is, dan zal de rest van jouw lichaam volgen. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft hier niet gesproken over het fysieke lichaam. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, maar de profeet sallallahu alayhi wasallam die spreekt hier over de ziel. Want de ziel vindt plaats in het hart. Dus als jouw ziel zuiver is, als jij jouw hart zuiver maakt, dan zal de rest van jouw lichaam ook zuiver worden. Dus dat betekent dat als jij jouw hart zuiver maakt voor Allah subhanahu wa ta'ala, en jij zorgt dat jouw hart in gehoorzaamheid is van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zullen jouw lichaamsdelen dit volgen. Dus dan zullen jouw oren alleen nog luisteren naar datgene wat goed is. En jouw tong zal alleen maar spreken met datgene wat goed is. En jouw handen zullen alleen maar het goede uitvoeren. En jouw benen zullen jou alleen maar brengen naar de plaatsen die goed zijn. Maar als jij jouw hart verpest en jij verwaarloost het en jij verwaarloost jouw ziel, dan zullen jouw oren luisteren naar zaken die haram zijn en die niet goed voor hem zijn. En zullen jouw ledematen jouw zaken laten verrichten die schadelijk voor jou zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran spreekt over drie soorten harten. Dus Allah subhanahu wa ta'ala maakt ons duidelijk in de Koran dat er drie soorten harten bestaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier dat hij zegt: O Mohammed, we hebben voor jou geen profeten en geen boodschappers gestuurd, behalve dat wanneer zij voordragen, dus wanneer deze profeten of deze boodschappers de boodschap willen voordragen aan de mensen, om de mensen uit te nodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala, dan komt shaitaan en hij probeert iets in die voordracht te gooien vanuit hemzelf, vanuit de shaitaan. En de shaitaan probeert hiermee de mensen te misleiden en twijfel te zaaien. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala: لِيَجْعَلْ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةٌ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Dus er is een reden dat Allah subhanahu wa ta'ala dit toelaat. Want in het vers daarvoor zien wij dat Allah zegt: Wallahu alimun hakim. Dus Allah is alim, Allah is alwetend en hij is alwijs. Dus het is niet zo dat Allah subhanahu wa ta'ala niet wist dat shaitaan dit zou proberen. Allah wist dit en zelfs shaitaan weet dat Allah dit weet. Maar de koppigheid en de arrogantie van de shaitaan zorgt ervoor dat de shaitaan het elke keer bij elke profeet en bij elke boodschapper probeert. En Allah is al-Hakim, zoals hij in deze vers zegt. En Allah laat dus dit toe aan de shaitaan om de mensen te beproeven. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt: لِيَجْعَلْ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً. Dus Allah maakt hetgene wat de shaitaan werpt in de voordracht van de profeten, maakt hij tot een beproeving. Voor wie? لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Dus hier komen wij bij de eerste hart. De hart die ziek is. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. En de harten die hard zijn. Dit is de tweede soort hart wat wij zullen gaan bespreken. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. En degene en de onrechtplegers zijn in een verre dwaling. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. En Allah vervolgens zegt verder, en hij zegt: zodat degene aan wie kennis is gegeven, dat zij weten dat dit
van jouw Heer afkomstig is, dat dit de hak is van jouw Heer. Dit is de waarheid van jouw Heer. En zij geloven erin. En zij maken hun hart, zij onderwerpen hun hart aan Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zal degene die geloven leiden naar zijn rechte weg. Dus Allah subhanahu wa ta'ala in deze verse laat drie harten de revue passeren. En Allah subhanahu wa ta'ala maakt duidelijk dat hetgeen wat de shaitaan probeert, en Allah laat hem dit toe als een beproeving, dat het een beproeving is voor de zieke harten en voor de harde harten. Zij kunnen hierdoor twijfels krijgen in hetgeen waar de profeten mee komen. Maar degenen die geloven, zij weten, want zij hebben kennis gekregen en zij weten dat dit de waarheid is van hun Heer. En zij geloven erin en zij onderwerpen hun hart. Dus dit is de derde hart, de hart die zich onderwerpt aan Allah subhanahu wa ta'ala. En inshallah in deze lezing zullen wij bij elke soort hart stil gaan staan. En het eerste hart waar wij bij stil zullen staan is de hart die salim is. Al-qalb as-salim. En as-salim betekent veilig. Het komt van as-salama. Dus dit hart is veilig. Het is zuiver. Het is veilig gesteld van het richten van aanbidding naar anderen dan Allah subhanahu wa ta'ala. En het is vrijgesteld van het volgen van anderen dan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus dit hart aanbidt alleen datgene waarmee de boodschapper van Allah is gekomen in zijn sunnah. Dus het is vrijgesteld van ashirk, van het aanbidden van anderen dan Allah. En het is veiliggesteld van al-bid'ah, van het navolgen van anderen dan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En het hart wordt salim genoemd omdat deze veiligheid die dit hart bezit is een vaststaande eigenschap geworden. Net zoals wij bijvoorbeeld zeggen tegen iemand die lang is, zegt men in het Arabisch dat hij tawil is. Hij is lang. Want iemand die lang is, is niet één dag lang en één dag niet. Hij is altijd lang. Het is een eigenschap die altijd bij hem blijft. En zo ook iemand die kassier is, iemand die klein is. Hij is niet 1 uur klein en dan 1 uur daarna is hij groot. En zo ook met salim. Dus salim betekent dat deze veiligheid die dit hart bezit, veiligheid tegen shirk, veiligheid tegen bid'a, veiligheid tegen zondes, het is een inherente eigenschap geworden van dit hart. En daarom wordt het salim genoemd. En dit is de overtreffende trap van salim. Want salim betekent ook veilig. Maar salim betekent dat die veiligheid een eigenschap is geworden die hem constant vergezelt. En dus, zoals we zeiden, dit hart volgt alleen de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam. En waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: voorzeker in de boodschapper van Allah hebben jullie het beste voorbeeld. En voor wie is de boodschapper het beste voorbeeld? Voor degene die verlangt naar Allah subhanahu wa ta'ala. Die verlangt naar zijn ontmoeting. En die verlangt naar het hiernamaals. En die Allah veelvuldig gedenkt. En maar degene die niet verlangt naar de ontmoeting van Allah, en hij verlangt niet naar al-akhira, hij is daar helemaal niet mee bezig, en hij gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala niet veel, dan voor hem is de boodschapper geen voorbeeld. Want hij neemt hem niet als een voorbeeld. En zo ook hebben wij de bekende uitspraak van al-imam Malik, imam Darul Hijra. De imam waar de Maliki madhhab naar vernoemd is. En imam Malik, op een dag gaf hij les in Medina aan zijn studenten. En hij zei tegen zijn studenten: kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr. Dus imam Malik zei tegen zijn studenten, hij zegt: van iedereen accepteren wij zijn uitspraak of wij verwerpen zijn uitspraak, behalve naar de metgezel in dat graf, naar de bewoner van dat graf. En hij wees naar de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus dit duidt er ook op dat
De profeet sallam het beste voorbeeld is en dat wij hem volgen in al hetgeen waarmee hij gekomen is. Nou, waarom is het zo belangrijk om bij de qalb as-salim stil te staan? Dit is belangrijk omdat Allah subhanahu wa ta'ala ons duidelijk heeft gemaakt wanneer hij spreekt over de dag des oordeels, dat deze qalb as-salim, dit veilige hart, is eigenlijk het enige wat jou van nut kan zijn op de dag des oordeels. Dus wanneer Allah spreekt over deze dag, zegt hij: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Dus Allah zegt over deze dag, dit is een dag waar niks jou van nut zal zijn. Jouw kinderen en jouw bezittingen zullen jou op deze dag niet van nut zijn. Het enige wat jou van nut zal zijn is de qalb as-salim, het veilige hart. En Ibn al-Qayyim rahimahullah heeft in zijn boek Irathatul Lahfan min Masayid al-Shaytan, hij heeft uitgelegd hoe wij het beste deze qalb as-salim kunnen omschrijven. Want hij zegt de ulama, ze hebben allemaal verschillende eigenschappen beschreven van dit hart. Van deze qalb as-salim, deze qalb al-hay, dit hart dat leeft. En Ibn al-Qayyim heeft moeite gedaan om een omschrijving te vinden waarmee wij het beste en het simpelste dit hart kunnen omschrijven. En hij zegt, de qalb as-salim, dat is het hart welke vrijgesteld is van twee zaken. Dit hart is vrijgesteld van shubuhat en vrijgesteld van shahawat. Nou, shubuhat, dat is een meervoud van shubaha en dat kunnen we het beste vertalen als misvatting. Dat betekent dat jij iets hebt begrepen op een verkeerde manier, maar waardoor jij dus in de veronderstelling bent dat het de waarheid is. En het hart wat salim is dus vrijgesteld van misvattingen over de religie van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit hart is vrijgesteld van shahawat, van de shahwa. En shahwa betekent jouw lusten of jouw begeerte. En de shaitaan heeft ook maar twee wapens die hij tegen de mens kan gebruiken. En dat is dus dat de shaitaan de mens probeert te benaderen via zijn shahawat, via zijn lusten. En hij probeert de mens te benaderen via shubuhat. Dus hij wil de mensen twijfels geven en misvattingen geven over de religie van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit hart dus is vrijgesteld van ash-shahwa, zegt Ibn al-Qayyim. Maar welke shahwa? De shahwa, de lusten die het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala tegengaan. Dus het is niet zo dat dit hart helemaal geen begeertes heeft en helemaal geen lusten. Dit is niet natuurlijk. Want wij zien bijvoorbeeld in het christendom dat de christenen zeggen dat de mens wordt geboren als een zondaar. De mens die erft de zonde van Adam. En bij de christenen zijn alle lusten die een mens kan hebben en alle begeerten, die worden beschouwd als iets slechts. Dus de mens is eigenlijk van nature slecht. Maar dit hebben wij niet in de islam. En daarom zegt Ibn al-Qayyim dat dit hart dus veilig gesteld is, niet van alle shahawat, maar alleen de shahawat, alleen de lusten en begeerten die tegen het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala gaan. En het is dus vrijgesteld van misvattingen over de religie. Dus kortom, het hart wat salim is het hart wat de ubudiyya van Allah zuiver en alleen voor hem heeft gemaakt. En de ubudiyya, dat betekent het dienaarschap. Want wij zijn allemaal dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala. En dus deze ubudiyya, deze dienaarschap, als het gaat om deze qalb as-salim, die is enkel en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Als het gaat om het tawakkul. Dus als het gaat om vertrouwen hebben in Allah subhanahu wa ta'ala, dan vertrouwt dit hart alleen op Allah subhanahu wa ta'ala. En als het gaat om al-irada, dat zijn wil, dus hetgeen wat dit hart wil en wat dit hart wenst, is alleen datgene waar Allah subhanahu wa ta'ala over tevreden is. En is alleen datgene waarmee de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam mee gekomen is. En als het gaat om al-inaba,
En al-inaba is dat jij verlangt om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dus wanneer jij een fout maakt of een zonde maakt, dan verricht jij tauba. En dan verlang jij om terug te keren naar het goede. En jij verlangt niet om terug te keren naar de zondes. En als het gaat om al-ghawf, om het vrezen, dan vreest hij alleen Allah. En zo verder. En de drager van dit hart, die handelt dus enkel in overeenkomst met hetgeen wat Allah, waar Allah subhanahu wa ta'ala over tevreden is. Dus als het van iemand houdt, of als het ergens van houdt, dan is dat omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En als het boos wordt, dan is het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En als hij geeft, als hij uitgeeft, dan geeft hij omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En als hij zichzelf ergens van weerhoudt, dan is dat ook omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar, zegt Ibn al-Qayyim, want de zaken die wij zo net opgenoemd hebben, dat zijn allemaal zaken die gaan over ikhlas. Dus dat jij hetgeen wat jij doet, dat jij dat altijd doet puur voor Allah. En dat je dat niet doet voor andere redenen. Bijvoorbeeld vanuit riya of van suma'a. Dus dat jij bijvoorbeeld bepaalde daden verricht, zodat mensen jou kunnen zien. Jij wil graag dat mensen zien dat jij deze goede daden verricht. Of dat jij wil dat mensen horen dat jij deze daden verricht. Dus dat jij bijvoorbeeld thuis ontzettend jouw best doet om de Koran op een goede manier en een mooie manier te reciteren. Maar jij doet dat zodat de mensen gaan zeggen over jou dat jij een prachtige stem hebt en dat jij een vrome broeder bent en dat jij de tajweed goed beheerst. Als dat jouw intentie is, dan is dat een verkeerde intentie. En Ibn al-Qayyim zegt, dus ook al zou jij al deze dingen voor Allah subhanahu wa ta'ala doen, dan ben je er nog niet. Dan is het nog niet compleet. Want wat ook van belang is, is dat hetgeen wat jij doet, dat dit in navolging is van de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam. En dit is wat men noemt al-mutaba'a. En mutaba'a is dat jij in navolging bent van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dat betekent dat jij je conformeert aan zijn oordeel en zijn wetgeving. Dus dit hart heeft zich volledig verbonden aan de navolging van de profeet. Zoals wij net ook hebben vernoemd. Omdat hij het beste voorbeeld is. En dit hart handelt conform de leiding van de profeet. Zowel in zijn overtuiging, in de aqida, en in de uitspraken en in de handelingen. En hij neemt niemand anders, als het gaat om de religieuze zaken, neemt hij niemand anders als leider. Hij neemt niemand anders als imam. En hij laat niemand anders boven de profeet staan. Hij geeft niemand voorrang boven de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook in de Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, zeg, o Mohammed, indien jullie beweren van Allah subhanahu wa ta'ala te houden, volg mij dan. Volg de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Dus met andere woorden, Allah wil hier duidelijk maken dat als jij beweert dat jij van Allah houdt, hè, dus jij zegt van, alle mijn daden die ik verricht, die doe ik alleen en puur omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar Allah zegt, als jij dit beweert, volg dan de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En als jij dat doet, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala van jou houden. Dus het doel, beste broeders en zusters, is niet dat jij van Allah houdt. Het doel is dat Allah van jou gaat houden. En dit bereik jij dus met deze twee voorwaarden. Dat alles wat jij doet, omwille van Allah alleen is. Dus in jouw daden zit ikhlas. En hetgeen wat jij doet, de hoedanigheid van hoe je dat uitvoert, dat dit conform de sunnah van de profeet is, sallallahu alayhi wa sallam. En Allah zegt in de Koran, ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, o jullie die geloven, beantwoord Allah en zijn boodschapper wanneer zij jullie uitnodigen naar datgene wat leven brengt, wat jullie tot leven brengt. Dus hier zien wij ook weer dat als jij Allah en de profeet gehoorzaamt, dan krijg jij hierdoor leven. Dus jouw hart die gaat leven.
En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Dus Allah zegt: O jullie die geloven, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi. Laat niemand voor Allah en de profeet komen. Dus zet niemand belangrijker of zet niemand boven Allah of de profeet als het gaat om jouw religieuze zaken. En vrees Allah, en Allah is alhorend en alwetend. En sommige van de vrome voorgangers die zeiden: Ma min fa'latin wa in sughirat illa yunsharu laha diwanan. Dus zij zeiden: Er is geen daad die jij verricht, hoe klein het ook is, behalve op de dag des oordeels, komen er twee registers die worden voor jou gezet. En in het ene register wordt er gevraagd aan jou, met betrekking tot die daad die jij verricht hebt, lima fa'alta, yani voor wie heb jij deze daad verricht? En de andere register, die stelt jou de vraag, kayfa fa'alta, hoe heb jij deze daad verricht? En dus de eerste vraag is de vraag om ikhlas. Yani die daden die jij hebt verricht, was dat voor Allah of was dat voor iets anders? En de tweede vraag is een vraag over de mutaba'a, over de navolging van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus de daden die jij hebt verricht, heb jij deze verricht op de manier zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gedaan? Ik kan bijvoorbeeld een simpel voorbeeld geven. Stel je voor dat iemand de salatul fajr bidt. En zijn intentie is enkel en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hij bidt al-fajr met 4 raka'at. Dus hij bidt fajr met 4 raka'at. En de sunnah van de profeet is dat hij dit doet met 2 raka'at. Dus ondanks dat jouw intentie puur voor Allah subhanahu wa ta'ala is, wordt jouw daad toch niet geaccepteerd. Omdat jouw daad in tegenstrijd is met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus beste luisteraars, dit was een korte beschrijving van het levende hart, van het veilige hart. En nu zullen wij stilstaan bij het tweede hart. En dat is het dode hart. Het hart dat versteend is als het ware. Dit is het hart waarin geen leven zit. Dit hart kent zijn Rab niet. En het aanbidt hem niet conform met geen hij bevolen heeft. En waar hij van houdt of tevreden over is. Dit hart die volgt gewoon enkel zijn begeerte. En waar zijn begeerte of waar zijn wensen hem brengen, daar gaat hij heen. En of dit nou zijn heer boos maakt, dat interesseert hem niet. Hij heeft totaal geen belang bij dit. Het boeit hem niet wat Allah subhanahu wa ta'ala daarvan vindt. En zoals we net gezegd hebben, het hart is de leider van het lichaam. De hart is als de koning van jouw ledematen. En als het goed wordt, dan wordt jouw hele lichaam goed. En als het slecht wordt, dan zal jouw hele lichaam slecht worden. En dit is de hart van de ongelovige. De hart van de atheïst. Zij bezitten een dood hart. Betekent dit dat zij helemaal geen goede manieren kunnen hebben, dat zij niet aardig kunnen zijn met mensen? Nee, dat is niet het geval. Want iedereen, wij kennen genoeg mensen die geloven niet in Allah, maar ze zijn goed, ze zijn aardig met mensen, ze zijn goed voor hun ouders, zij zijn mensen met goede manieren. Walakin, deze daden die zij verrichten, zijn alleen maar hen van nut in deze wereld. Maar ze zijn hen niet van nut in al-akhira. Dus uiteindelijk, wanneer de dood hen zal treffen, hebben zij geen leven in het hiernamaals. En daarom wordt dit hart dood genoemd. Want ondanks dat zij leven, het hart pompt, het pompt bloed door het gehele lichaam. Ze lopen op aarde, maar toch is dit hart dood. Waarom? Omdat de licht van de openbaring het niet binnentreedt. De licht, de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala, treedt daar niet binnen. Want de openbaring is hetgeen wat de harten tot leven brengt. Net zoals water de aarde tot leven brengt. En als het hart op slot is, waardoor de openbaring het niet kan bereiken, dan sterft het. En het dode hart gaat dus waar zijn begeerte hem brengen. En die doet wat hij zelf wil. Ook al houdt dit in dat Allah wellicht boos is over hetgeen wat
dit hart de persoon toe drijft om uit te voeren. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt, hij zegt, en wij hebben vele van de jinn en de mensen klaargemaakt voor de hel. Want zij hebben harten waar die niet begrijpen. En zij hebben ogen die niet zien. En zij hebben oren die niet horen. En in werkelijkheid, natuurlijk horen ze wel. En natuurlijk zien ze ook. Maar zij zien niet de waarheid. En zij luisteren niet naar de waarheid. Dus ondanks dat Allah subhanahu wa ta'ala hun gezegend heeft met een hart. En met ogen en met oren. Gebruiken zij deze niet voor het accepteren van de waarheid. Dus Allah subhanahu wa ta'ala begint bij dit vers bij de harten. En dat deze niet begrijpen. Want het begrijpen, dat gebeurt met jouw hart. En dus dit hart, dit dode hart, de drager daarvan, degene die dit dode hart heeft, het interesseert hem totaal niet wat Allah subhanahu wa ta'ala ervan vindt. Zolang zijn begeerte maar vervuld worden en zijn doel bereikt wordt. En het enige wat voor hem van belang is, is het bereiken van zijn persoonlijke doelen. Die, ook al zijn deze verlangens gebaseerd op wat haram is. En ook al maakt hij hiermee zijn hart en haalt hij de woede van Allah subhanahu wa ta'ala over zich. En dit is de situatie van de meeste mensen. De meeste mensen zijn zo, zoals Allah in de voorgaande vers heeft gezegd. Dus wij mogen Allah subhanahu wa ta'ala heel dankbaar zijn dat hij ons geleid heeft naar de islam. Dit is een grote zegen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft heel duidelijk gemaakt wat de juiste weg is. En wat de weg is naar de vernietiging. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft de keuze aan ons overgelaten. Welke weg jij wil kiezen. Jij en jouw nefs, het is aan jou is de keuze. En Allah zal jou behandelen naar gelang de keuze die jij hebt gemaakt in dit leven. فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wat betreft degene die uitgeeft op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij vreest zijn Heer. En hij gelooft in het paradijs. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Hij gelooft in het paradijs, dan zullen wij hem, de weg naar het paradijs voor hem makkelijk maken. Wij zullen voor hem de daden van aanbidding en de daden van gehoorzaamheid zullen wij voor hem makkelijk maken. En jij bent de oorzaak hiervoor. Want jij hebt gekozen om Allah subhanahu wa ta'ala te volgen en om te geloven in hem. Wa amma man baghila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. En Allah zegt, maar wat betreft degene die gierig is en zich aan zichzelf denkt genoeg te hebben. En hij verloochent het paradijs. Hij gelooft niet in het hiernamaals. Dan zullen wij hem leiden naar het moeilijke. Wij zullen de weg naar het moeilijke. Wij zullen de weg naar de hel voor hem makkelijk maken. En dit horen wij vandaag de dag in de vorm van humanisme. De humanist die zegt, ik geloof in mijzelf. Ik geloof in mijzelf en ik heb aan mijzelf genoeg. En ik heb het geloof in een God niet nodig. En uiteindelijk zal deze mens zien dat deze weg hem niet zal leiden naar geluk. En heel vaak zien wij ook dat deze mensen ook in deze dunya al niet gelukkig zijn. En dat ze in depressies belanden. En dat zij erachter komen dat zij aan zichzelf niet genoeg hebben. En dat zij iemand nodig hebben buiten hunzelf. Dus jij met jouw nefs, jij bent de oorzaak. Jij met jouw nefs en jouw hart. En elke dag staat de mens op en sluit hij een deal met zijn hart. Elke dag als de mens opstaat, dan sluit hij een deal. Ofwel hij gaat zijn nefs, of hij gaat zijn hart bevrijden. Bevrijden van de aanbidding van anderen dan Allah subhanahu wa ta'ala. Of hij zal zijn hart naar de vernietiging brengen.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الله zegt: voorwaar degene die zijn ziel zuivert, hij zal succes hebben. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Maar degene die zijn ziel niet zuivert, hij zal uiteindelijk haar bederven en hij zal een behoren tot de verliezers. Dus uiteindelijk, de keuze is aan de mens. En de verantwoordelijkheid ligt bij de mens. Je bent verantwoordelijk voor jouw nefs en voor jouw hart. En als jij het hebt verwaarloosd en je verwaarloost jouw hart, dan heb jij jouzelf vernietigd. Ook al ben je levend, ook al beweeg jij jezelf voort op deze aarde, toch ben jij dan vernietigd. Maar als Allah subhanahu wa ta'ala jou succes geeft en jij hebt jouzelf toegezet tot het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala en tot het gedenken van hem en het aanbidden van hem, en jij gaat naar de moskee en jij waakt over jouw gebeden en jij verricht goede daden en jij geeft uit van jouw geld op de goede weg en je bent goed voor jouw ouders, dan heb jij allerlei oorzaken verricht die leiden tot jouw hidayah. Die leiden tot jou, tot de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. En als Allah subhanahu wa ta'ala jou leidt, dan kan niemand jou misleiden. Maar als jij jouzelf bezighoudt met slechte zaken en jij begeeft jezelf op plekken die slecht zijn, jij gaat naar theaters, jij gaat naar disco's, jij begeeft je in koffiehuizen, jij gaat naar die shisha-tenten en jij hangt op de hoek van de straat en jij begeeft je op plaatsen en plekken waar allerlei slechte zaken gebeuren, dan verricht jij allerlei oorzaken die ervoor zorgen dat Allah jou zou laten afdwalen. En vooral in deze tijd, als we gaan kijken naar internet. Je bent gewoon thuis op jouw bank of thuis in jouw bed en jij kunt met jouw telefoon of met jouw laptop kun jij naar allerlei slechte plaatsen gaan. Vroeger moesten de mensen nog een bepaalde moeite doen. Je moet reizen naar de verkeerde plaatsen. Maar nu in deze tijd zit jij gewoon thuis op jouw bank of in jouw bed of in jouw huiskamer, achter jouw toestel of achter jouw telefoon. En jij reist gewoon naar Amerika, naar India. En jij begeeft je op allerlei verkeerde plaatsen. En jij ziet allerlei slechte dingen, waardoor jouw hart beproefd wordt, waardoor jouw hart ziek wordt. En wij zoeken toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze zaken. En op deze telefoons en op deze internet zien wij allerlei verkeerde zaken. Naaktheid, onkuise vrouwen. Wij zien mensen die het slechte promoten. Bepaalde rappers of bepaalde acteurs die eigenlijk al datgene promoten wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden. En dan maken wij onszelf soms wijs dat wij deze zaken hebben om informatie op te zoeken. En dat is ook goed. Want deze middelen zijn net als een mes. Je kan het voor iets goeds gebruiken, maar je kan het ook voor iets slechts gebruiken. Dus wij zeggen niet dat we geen internet moeten gebruiken. Walakin, wees bewust van de negatieve effecten op jouw hart wanneer jij deze middelen gebruikt voor de slechte zaken. En we worden vandaag de dag ook doodgegooid met allerlei apps op telefoons. Noem maar op, TikTok, Facebook, allerlei apps die speciaal ontwikkeld zijn om jou de hele dag bezig te houden met dat scherm. En deze bedrijven die deze apps ontwikkelen, ze hebben allerlei psychologen in dienst. En deze psychologen zijn gespecialiseerd in de gedrag van de mens en de hersenen van de mens. En zij weten precies hoe ze jou zo lang mogelijk achter deze beelden gekluisterd kunnen laten. Dus dit dode hart is een dienaar van anderen dan Allah subhanahu wa ta'ala. Met zijn liefde, met zijn vrees, met zijn hoop, met zijn boosheid. Dus dit hart, wanneer het houdt van de zaken, puur gebaseerd op zijn eigen begeerte. En het vreest puur gebaseerd op zijn eigen begeerte. En dus is dit hart een dienaar van zijn begeerte.
En zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, ta'isa abdul dinari, ta'isa abdul dirhami, abdul khamila, abdul khamisa. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei van, ellendig zal de dienaar van de dirham zijn. Yani de dienaar van geld en van bezittingen. Iemand die alleen maar daarmee bezig is. Iemand die alleen maar bezig is met zijn uiterlijk. Heeft hij de nieuwste mode? Heeft hij de nieuwste jas? Heeft hij de mooiste kleding? De profeet heeft dit genoemd, dat je dan een dienaar bent van deze zaken. En wanneer jij dus, en dan ben jij dus een dienaar van jouw hawa. Dat is in principe waar het op neerkomt. Je bent een dienaar van jouw lusten. Je bent een dienaar van jouw vrouw, of van jouw dochter, of van jouw vrienden, of van bepaalde personen die jij volgt. Want jij wilt hun tevreden stellen. Wanneer jij deze mensen tevreden wil stellen, maak jij Allah subhanahu wa ta'ala hierin boos. En dus de dode hart, die kijkt daar niet naar. Die gaat niet kijken van, als ik nou deze persoon tevreden stel, dan moet ik eigenlijk iets doen waar Allah subhanahu wa ta'ala niet tevreden over is. Maar ja, ik maak toch de keuze om die persoon tevreden te stellen. In werkelijkheid ben je dan eigenlijk dus een dienaar van die persoon. Zoals de profeet sallam heeft gezegd. En dan zal jouw einde ellendig zijn. Want wanneer jij op zoek bent naar de tevredenheid van de mensen ten koste van de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, dan uiteindelijk zal Allah subhanahu wa ta'ala ervoor zorgen dat en de mensen niet tevreden over jou zijn, en Allah subhanahu wa ta'ala is niet tevreden over jou. Maar als jij Allah tevreden wil stellen ten alle tijden boven alles en iedereen, dan uiteindelijk zal Allah subhanahu wa ta'ala ervoor zorgen dat ook de mensen tevreden over jou zullen zijn. Dus, beste broeders en zusters, hoe dan ook, jij bent een dienaar. Je bent een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. En jij kan kiezen om een zuivere dienaar voor Allah te zijn, of een ongehoorzame dienaar. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over Yusuf alayhi salam, dat hij behoort tot de vrome dienaren. En in het verhaal van Yusuf alayhi salam kunnen wij hier een grote les uithalen. Want Allah subhanahu wa ta'ala die vertelt de verschillende verhalen in de Koran niet om om het zomaar te lezen als een soort van sprookje. Want het zijn geen sprookjes die Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran vertelt. Allah die vertelt de verhalen van de profeten voor ons om daar lering uit te trekken. Dus als wij gaan kijken naar het verhaal van Yusuf alayhi salam, dan zien wij dat Yusuf alayhi salam, dat Allah subhanahu wa ta'ala hem meerdere malen heeft gered. Want Yusuf, zoals jullie weten, het bekende verhaal van Yusuf alayhi salam, hij had broers en deze broers waren jaloers op Yusuf. En waarom waren zij jaloers? Omdat hun vader hield heel veel van Yusuf. En deze broers waren daarom extra jaloers op hem. En toen op een dag Yusuf alayhi salam dromen begon te ontvangen. De voorstadium van een profeetschap, wanneer iemand profeet wordt, dan krijgt hij dromen. En deze dromen die zijn ware dromen. En daarom gaf de vader van Yusuf ook het advies om dit niet tegen zijn broers te vertellen. Want een vader die weet heel goed hoe zijn kinderen in elkaar steken. Maar natuurlijk, Yusuf alayhi salam was klein en hij was heel blij dat hij een droom had gekregen die waarheid is. En hij vertelde dit aan zijn broers. En toen hebben zijn broers een plan gemaakt om hem te vermoorden. Want zij werden door dit nog meer jaloers op Yusuf. Want Yusuf was al heel geliefd bij zijn vader. En nu zij erachter kwamen dat Yusuf ook nog een profeet zal worden, wilden zij Yusuf uit de weg ruimen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem gered van dit plan van zijn broers. En uiteindelijk hebben zijn broers hem in de put gedaan. En toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem ook nog gered uit de put.
Want er kwam een karavaan langs en die hebben Jozef uit de put gehaald. En toen brachten ze hem naar een slavenmarkt. En op deze slavenmarkt heeft Allah hem weer gered. Want op een slavenmarkt, iedereen kan jou in principe daar kopen. Dus jij kan ook door een verschrikkelijke persoon gekocht worden en kom je op een hele vervelende plek terecht. Maar Allah heeft ervoor gezorgd dat Jozef alayhi salam gekocht werd door een minister, een rijke minister uit Egypte. En samen met zijn vrouw. En dus Jozef alayhi salam werd hier wederom gered door Allah subhanahu wa ta'ala. En toen kwam hij terecht in dit huis en hij groeide daarop. En Jozef alayhi salam behoort tot de mooiste mannen die Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft. Dus hij groeide op en hij werd een knappe jonge man. En de vrouw van die minister, die begon een verlangen te krijgen naar Jozef alayhi salam. Dus hier zien wij ook weer die verlangens die in de hart van de mens kunnen plaatsvinden. En deze vrouw kreeg een verlangen naar Jozef alayhi salam. En dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Dus deze vrouw, zij heeft Jozef alayhi salam geroepen naar haar kamer en toen heeft zij de deuren gesloten. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Zij heeft de deuren gesloten. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ. Zij zei tegen Jozef: kom Jozef, kom tot mij. En Jozef zei: ma'adallah. Ik zoek toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwai. Hij zegt tegen de vrouw van de minister. Hij zegt: jouw man is mijn meester. Hij heeft mij gekocht en hij heeft mij goed behandeld. En ik ben opgegroeid in zijn huis. Moet ik hem dan op deze manier terug bedanken? Innahu la yuflihu dhalimun, zei Jozef alayhi salam. Voorzeker degenen die onrecht plegen, die zullen geen succes krijgen. En nu komen we bij het punt waarom ik dit verhaal van Jozef alayhi salam vertel. Is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt: en zo hebben wij het slechte En de vunzigheden, de verkeerde zaken van hem weggehaald. Waarom? Want hij behoort tot onze zuivere dienaren. Dus hier zien wij ook weer dat wanneer jij zuiver bent met Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer jij mukhlis bent met Allah subhanahu wa ta'ala, dan zal Allah jou beschermen. En dan zal Allah van jou de slechte zaken weghalen. En Allah zal jou steunen en helpen om hem te aanbidden. En dat is de les die wij halen uit deze verhaal van Jozef alayhi salam. Dus, als we weer terugkeren naar ons onderwerp. Jij bent een abd. Ofwel van Allah subhanahu wa ta'ala, of van de shaitaan. En van de volgelingen van shaitaan en zijn leger. En of van jouw shahawat. Je bent een dienaar van jouw lusten. Maar hoe dan ook, wat je ook kiest, jij zult altijd een dienaar zijn. Dus wij moeten kijken voor wie wij een dienaar willen zijn. Willen wij een dienaar zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala? Of willen wij een dienaar zijn van onze lusten en van de shaitaan? En we horen ook vaak in deze tijd dat de ongelovigen tegen ons zeggen: ja, jij bent toch niet echt vrij? Ja, de islam heeft zoveel regels en het voelt als een onderdrukking. En de vrouwen die moeten zich bedekken, dus die vrouwen zijn ook niet vrij. Walakin, deze vrijheid, beste broeders en zusters, waar de mensen tegenwoordig over spreken, in werkelijkheid is dat geen vrijheid. Maar in werkelijkheid is dit het dierlijke gedrag, die eigenlijk de uiterste vorm is van slaafsheid en vernedering. Want wanneer jij een dienaar bent van jouw lusten, dan in werkelijkheid ben jij niet vrij. In werkelijkheid ben jij eigenlijk een slaaf van jouw eigen lusten. En de echte vrijheid vinden wij in het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En de echte vrijheid zit in het navolgen van de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam. En in hetgene wat halal is en het wegblijven wat haram is. Want dat is hetgeen wat jou zal redden van deze zogenaamde vrijheid. Deze vrijheid die jou
een slaaf maakt van jouw lusten en van de shaitaan. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als drugs. He? Drugs begint altijd met een keuze. Jij voelt je vrij, jij maakt de keuze om aan drugs te beginnen. En in het begin is het leuk en is het fijn. En dan, na gelang jij dit vaker blijft doen, zul jij merken dat die keuze van die drugs geen keuze meer is. Maar jij wordt verslaafd aan die drugs. Jij kan niet meer kiezen om ermee te stoppen. En dat is hetzelfde als deze vrijheid waar wij vandaag de dag naar uitgenodigd worden. Als jij niet uitkijkt en jij volgt jouw begeerte en jij blijft dat maar lang genoeg volgen, dan na een tijdje zul jij merken dat jij niet meer terug kan. Je kan niet meer terug en je kan niet meer stoppen met het volgen van jouw lusten. Dus deze vrijheid is in werkelijkheid de vrijheid die Shaitaan jou naar uitnodigt. En dit is in werkelijkheid de aanbidding van de Shaitaan en van jouw hawa, van jouw begeerte. En dus in werkelijkheid maakt het jou juist afhankelijk. En dat is geen vrijheid, want als jij afhankelijk bent van iets, ben jij niet vrij. Dus hoe dan ook, je zult een dienaar zijn waar jij ook bent. En Allah heeft jou als een dienaar geschapen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou niet als een god geschapen, maar hij heeft jou als een dienaar geschapen. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Dus Allah zegt in de Koran, al hetgeen wat in de hemelen en in de aarde is, het zal tot de Rahman komen, het zal tot de barmhartige komen als een dienaar. Dus alles, subhanahu wa ta'ala, alles subhanallah in deze universum is een dienaar van Allah. De bomen en de stenen en de zee en de zon en de maan en noem maar op, alles wat Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft is in dienst van Allah subhanahu wa ta'ala. En wij en de djinn zijn de enige schepselen die een wil hebben gekregen van Allah, een keuze. Dus jij mag kiezen. Maar dat betekent niet dat jij geen dienaar bent van Allah subhanahu wa ta'ala. Want wanneer het dag des oordeels komt, zoals Allah zegt hier in dit vers, dan zal iedereen tot de barmhartige komen als een abd, als een dienaar. Dus jij bent een abd of jij het wil of niet. En jij kan kiezen, ben ik een gehoorzame dienaar of ben ik een ongehoorzame dienaar. En dit dienaarschap, deze ubudiyya, die is dus tweesoortig. Je hebt de al-ubudiyyatul amma, dat is de algemene dienaarschap. En dat is, zoals wij net in dit vers hebben behandeld, dat is dus de dienaarschap die voor iedereen geldt. Niemand kan onder deze dienaarschap uitkomen. Zelfs de ongelovige die helemaal niet in Allah gelooft en zichzelf niet als een dienaar beschouwt van Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer de dag des oordeels komt, zal ook deze persoon tot ar-Rahman komen als een dienaar. En die dag zal iedereen zien dat Allah de koning is van alle koningen. En je hebt dus ook de al-ubudiyyatul khassa. Je hebt ook de specifieke dienaarschap. En dat is de dienaarschap voor de gelovigen van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze dienaren, deze specifieke dienaren die ervoor gekozen hebben om Allah te dienen uit vrije wil. En die hebben ervoor gekozen om hun hart te onderwerpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En om hem te gehoorzamen en om weg te blijven van wat hij verboden heeft. En om zijn boodschapper te volgen. Deze dienaren, de shaitaan heeft geen macht over hen. Zoals wij vinden in het verhaal van de schepping van Adam alayhi salam. Toen Allah subhanahu wa ta'ala Adam had geschapen. En hij gaf de engelen de opdracht om sujud te doen voor Adam. En Iblis, zoals jullie weten, hij is een djinn. Hij leefde ook met de engelen. En Iblis was ook iemand die Allah subhanahu wa ta'ala aanbad. En hij gelooft in Allah. En hij weet dat Allah de schepper is van alle zaken. Maar toen het moment kwam dat Allah hem de opdracht gaf om sujud te doen voor Adam, weigerde de shaitaan. En hij was arrogant.
En hij had hoogmoed, want hij voelde zichzelf beter dan de mens. En hij zei tegen Allah van, waarom moet ik buigen voor Adam? Waarom? Jij hebt hem gemaakt van klei en ik ben gemaakt van vuur. Dus hij beschouwde zichzelf beter dan Adam en hij weigerde om deze sujoed te doen. En toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala, zoals jullie weten, hem vervloekt. En toen vroeg Iblis aan Allah om uitstel. Hij zei tegen Allah van, geef mij uitstel tot de dag des oordeels. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem uitstel gegeven. En toen heeft Iblis, de shaitaan, heeft de vijandschap aan de mensen verklaard. En hij zei tegen Allah, toen hij die uitstel had gekregen, hij zegt, ik zal alle mensen proberen weg te leiden van jouw weg. Ik zal ze proberen te misleiden van jouw weg. Maar Allah zei tegen de shaitaan, inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen de Iblis, hij zegt, mijn dienaren, en dit zijn dus die specifieke dienaren, dit zijn de dienaren die ervoor kiezen om in Allah te geloven en hem te gehoorzamen. En Allah heeft gezegd tegen de shaitaan, jij hebt geen autoriteit over hen. Jij hebt geen macht over hen. Behalve, welke dienaren wel? Degene die jou volgen. Degene die jou volgen. Degene die jou volgen van de afgedwaalden. Min al-ghawin. Dus mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons laten behoren tot deze specifieke dienaren. En dus het dode hart, beste luisteraars, is een dienaar van anderen dan Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt Allah ook in de Koran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَى. Allah zegt, heb jij degene gezien die zijn hawa, die zijn begeerte, als een god heeft genomen? Yani, want als jij jouw begeerte volgt in alles, ook al zit hierin de woede van Allah, dan is het alsof jij jouw begeerte tot een god hebt genomen. Dus dit dode hart, zijn hawa, is hetgeen wat het meeste invloed heeft op hem. En het is hetgeen wat hem het meest geliefd is. En het is hem meer geliefd dan Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt Allah in de Koran, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله من أمره Wallahu la yahdi qawmal fasiqin. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt in dit vers, en dat maakt het voor ons nog duidelijker. Hij zegt, als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en jullie bezittingen die jullie hebben verworven en de handel waarvan jullie vrezen om daarin verlies te lijden en de huizen waarin jullie wonen en waar jullie van houden, als deze zaken dierbaarder voor jullie zijn dan Allah en zijn profeet en jezelf inzetten op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, wacht dan maar af. Fatarabbasu. Dus Allah zegt tegen deze mensen, wacht dan maar af, totdat Allah met zijn oordeel zal komen. En Allah leidt de zondige volker niet. Dus als jij jouw persoonlijke begeerte en jouw hawa zwaarder laat wegen dan het houden van Allah subhanahu wa ta'ala, dan ben jij dus een abd van jouw begeerte. En dan moet jij wachten wat jou zal overkomen. Dus al hawa, als het gaat, we zijn nog steeds bezig met het dode hart en we zijn bijna klaar. En dan zullen wij nog kort spreken over het derde hart. Dus het dode hart, hij heeft zijn hawa, hij heeft zijn begeerte genomen als zijn imam, als zijn leider. En hij heeft zijn shehwa, hij heeft zijn lusten genomen als zijn commandant. En hij heeft al-jahl, zijn onwetendheid, heeft hij genomen als zijn manager. En hij heeft al-ghafla, nalatigheid, heeft hij genomen als zijn voertuig. Subhanallah. Dus hij is opgeslokt door zijn gedachten. Hij is
enkel, dit dode hart is enkel alleen maar bezig met het vervullen van zijn begeerte. Hij staat ermee op en hij gaat ermee slapen. Er is niks waar hij aan denkt behalve aan het volgen van zijn shahawat. En hij denkt nooit na over Allah en over de tekenen van Allah. Hij denkt niet na van waarom ben ik hier op deze aarde? Waarom ben ik hier? Waar ga ik naartoe? Is dit allemaal voor niks of is het een reden dat dit allemaal bestaat? Dus dit hart, dit dode hart, mogen Allah ons daarvan beschermen. Het is alsof hij bedwelmd is. Het is alsof hij dronken is van zijn eigen begeerte. En dronken is voor de liefde, voor de kortstondige genot. Voor de kortstondige genot. Dus de zaken die jou een korte profijt geven. Een korte moment van plezier. En daarna is het weer weg. En degene met zo'n hart, het is alsof hij van een verre plek wordt geroepen. Het is alsof hij van een verre plek wordt geroepen naar Allah. En naar het huis van het hiernamaals. Dus deze persoon, ook al is hij dicht bij jou, als je hem adviseert en als je met hem praat over de schepping van Allah en dat wij hier allemaal zijn met een reden en dat het niet zo kan zijn dat dit allemaal voor niks is geschapen, dan hoort hij jou niet. En accepteert hij niet hetgeen wat jij zegt. En daarom zegt Allah over deze mensen, ulaika yunaduna min makanin ba'id. Deze mensen, het is alsof zij worden geroepen vanuit een verre plek. Dus ook al is hij dicht bij jou, het is net alsof hij kilometers ver is en jij roept hem en je adviseert hem, maar hij hoort jou niet, want hij is ver. Hij is ver, dus hij kan jou niet horen en hij kan dus ook jouw advies niet volgen. Hij kan jou ook niet beantwoorden. Dus zijn hawa, als het gaat om dit dode hart, deze hawa, deze begeerte, heeft hem doof gemaakt, terwijl hij wel oren heeft. En hij heeft hem blind gemaakt, terwijl hij wel ogen heeft. En hij is verblind en verdoofd voor alles, behalve de valsheid. En zijn relatie met de dunya is zoals men zegt over Leila. En er is een gedicht en die zegt over deze persoon. Dus deze persoon die op deze manier een dienaar is van zijn begeerte. Dat hij net zoals Qais is. En Qais ibn al-Mulawwah. Dit is voor degene die bijvoorbeeld in Marokko zijn opgegroeid en daar onderwijs hebben genoten. Veel mensen die in Arabische landen onderwijs hebben gekregen, zij zijn bekend met deze verhalen. En Qais was een persoon die helemaal verliefd was op Leila. En Leila, dus de persoon die, dus de persoon met het dode hart en die een slaaf is geworden van zijn begeerte. Het is alsof hij wordt vergeleken met Qais en Leila. En de gedicht zegt dat hij aduwun liman aadat wa silmun li ahliha wa man qarrabat Leila ahabbu wa aqraba. Dus dit gedicht zegt van hij is vijandig. Yani Qais is vijandig tegen iedereen waar Leila vijandig tegen is. En zij is vredig, hij is vredig met de naaste van Leila. En degene bij wie Leila toenadering zoekt, deze zijn ook bij hem geliefd. Dus met andere woorden, alles wat Leila leuk vindt en alles wat Leila fijn vindt, dat vindt hij ook fijn. En alle mensen waar Leila graag mee omgaat, daar gaat hij ook graag mee om. En alle personen waar Leila vijandig tegen is of waar zij ruzie mee heeft, daar heeft hij ook ruzie mee. En dit is de vergelijking van de persoon met een dood hart. Dat hij alles volgt wat zijn hart hem, wat zijn hartje begeert. Dus alles waar zijn hart hem naartoe leidt, dat volgt hij. En het omgaan met iemand met zo'n hart is ziekmakend. Wanneer je omgaat met zo iemand, dan kan hij jou ook ziek maken. En het omgaan met zo iemand is dus giftig. En het zitten met zulke mensen is vernietigend. Want je kan beïnvloed worden door deze mensen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het omgaan met deze, dit soort mensen vergeleken met het omgaan met, er is een hadith van de profeet waar de profeet een voorbeeld geeft.
En hij zegt van, als het gaat om goede mensen en het zitten met goede mensen, het profijt daarvan heeft hij vergeleken alsof jij zit met iemand die parfum verkoopt. Dus als jij zit met iemand die parfum verkoopt, dan uiteindelijk aan het einde van de dag, ofwel jij komt thuis en je hebt parfum van hem gekocht of je hebt parfum van hem gekregen. En op zijn minst, al kom je niet met parfum thuis, kom jij op zijn minst thuis met een lekkere geur. Op zijn minst kom je thuis met een lekkere geur. En de profeet heeft slechte mensen en het zitten met slechte mensen heeft hij vergeleken met de ijzersmid. Als jij een dag doorbrengt met een ijzersmid, dan ofwel ga je jouw kleren verbranden, ofwel je komt thuis met een vieze geur. En dit is dus de gevaren van het omgaan met personen die een hart hebben die geen belang hecht aan de gehoorzaamheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En nu zijn wij aangekomen bij het derde hart. En inshallah zijn wij bijna klaar. En het derde hart, dit is de qalb al-marid. Dit is het zieke hart. En het hart van de gelovige kan dus zowel leven in zich hebben, maar hij kan ook ziekte in zich hebben. Deze twee zaken kunnen beide voorkomen in het hart van de gelovige. En als het gaat om al-marad, als het gaat om ziekte, dan maken de ulama onderscheid tussen twee soorten ziekten. Je kan de ziekte hebben van een nifaq, dus de marad al-nifaq, dus de ziekte van ongeloof, zoals Allah zegt in Surat al-Baqarah. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Dus Allah zegt, in hun harten zit een ziekte en Allah zal deze ziekte vermeerderen. En dit is de ziekte van huichelarij. En dat zit niet in de hart van de moslim. Maar welke ziekte wel in de hart van de moslim kan plaatsvinden, dat is de ziekte van al-ma'asi, de ziekte van zondes. En dit kan dus plaatsvinden bij de gelovigen. En de ziekte van zonde en de ziekte van shahawat en van shubuhat kunnen dus allemaal plaatsvinden bij de gelovigen. Dus in het hart van de gelovigen kunnen twee essenties plaatsvinden. Een goede essentie en dan heb jij de eigenschappen van de qalb as-salim, die wij in het begin van deze lezing hebben besproken. En je kan een ziekte hebben waardoor jij dus de eigenschappen hebt van het dode hart, wat wij net uitvoerig hebben besproken. En uiteindelijk, wanneer jouw hart het meeste neigt naar het dode hart, als die eigenschappen overheersen in jouw hart, dan zul je uiteindelijk eindigen bij de mensen met het dode hart. Dan zul jij op de dag des oordeels een grote kans hebben dat jij behoort tot de mensen van het dode hart. Maar als jouw als de goede eigenschappen in jouw hart overheersen en meer aanwezig zijn, dan zul jij uiteindelijk behoren tot de hart die salim is. Dus het is voor ons moslims, dus, en dan gaan wij terug naar het begin van de lezing, dat wij ons bewust zijn van dit gevaar. Dat wij ons bewust zijn dat ons hart beïnvloed kan worden. En dat wij dus heel veel belang hechten aan de gezondheid van dit hart. Net zoals dat wij belang hechten aan de gezondheid van ons lichaam. Dus als wij ziek zijn of als wij ergens last van hebben, of je hebt een rare bobbeltje op jouw lichaam, dan ga jij zo snel mogelijk op zoek naar een arts. En ga jij zo snel mogelijk op zoek naar een goed ziekenhuis. Waarom? Omdat jij belang hecht aan de gezondheid van jouw lichaam. Maar het is dus nog veel belangrijker dat wij dat wij belang hechten aan de gezondheid van ons hart en de gezondheid van onze ziel. Want als wij zondes plegen en wij blijven daar te lang mee doorgaan en wij volgen onze begeertes en wij zijn te vaak gehoorzaam aan onze lusten, dan kunnen deze zondes jouw hart gaan bedekken. En daarom zegt Allah in de Koran, kalla bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt, maar nee, wat zij doen heeft zelfs hun harten bedekt. Want de zondes, en wanneer wij daar veelvuldig in vermeerderen, dan kunnen deze zondes een verzegeling op onze hart
veroorzaken. Dat is die raan. Raan. Raan is als een soort bedekking. En die wordt veroorzaakt door het plegen van vele zondes. En wanneer jouw hart bedekt wordt, dan kan de noor van Allah subhanahu wa ta'ala, dus de leiding van Allah en de openbaring, die kan dit hart niet goed binnentreden. En dus dient de gelovige zorg te dragen dat hij zijn hart niet bedekt met het plegen van zondes. En dit wordt ook mooi uitgelegd door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dan zullen wij ook met deze hadith afsluiten. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam was met Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. En Hudayfa, zoals hij bekend staat, hij vroeg altijd de profeet om de slechte dingen. Want hij was bang om daarin te vallen. De meeste mensen vroegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam altijd om de goede dingen. Maar Hudayfa was altijd benieuwd naar de slechte zaken. Want hij wilde weten wat die waren, zodat hij daar niet in zou vallen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die legde Hudayfa uit dat er een tijd zal komen. En hij zegt, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu'radu al-fitanu ala al-qulubi ka'ard al-hasiri uudan uudan. De profeet zei, er zal een tijd komen dat de fitan, dus de beproevingen, die volgen achter elkaar volgen die beproevingen zichzelf op. Dus deze beproevingen, de profeet vergeleek het met het uitrollen van een matje van riet. Dus als jij die mat uitrolt, dan gaat houtje, rietje voor rietje, rolt die mat zich uit. En de profeet zei, er zal een tijd komen dat de fitan, net zoals dit matje, de ene na de andere fitna, de ene na de andere beproeving, zal jouw hart beproeven. En de profeet zegt, van eyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatu sauda. En de profeet zegt, het hart die deze beproevingen als het ware opdrinkt en opzuigt, zoals een spons water opzuigt. Hij zegt, het hart die deze fitan opzuigt, er zal elke keer een zwarte stip op zijn hart komen. Hij zegt, wa ayu qalbin ankaraha, en welk hart deze fitan kan weerstaan en hij kan houdt zichzelf staande en hij laat zich niet verleiden. Hij zegt, nukita fihi nuktatu bayda. Dan zal hij witte stippen op zijn hart krijgen. Elke keer als die fitna komt en hij weerstaat die fitna, dan zal er een witte punt op zijn hart komen. En dan zegt de profeet, hatta ta'udul qulubu ala qalbayn. Hij zegt, totdat de harten uiteindelijk zullen eindigen in twee soorten harten. Uiteindelijk zal alleen maar twee soorten harten overblijven. Hij zegt, qalbin aswad murbad kalkuzi mujakhia. La yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dus de profeet zegt, uiteindelijk zullen twee harten overblijven. Je hebt het hart, die is als een soort glas die op zijn kop staat. Als jij een glas op zijn kop zet, dan kan je daar water in gieten, maar het zal nooit in het glas terechtkomen. En dit is dus wanneer jij beproefd wordt door Allah en elke keer ga je mee in die beproeving. Elke keer hou jij jezelf niet staande en kies jij ervoor om jouw begeerte te volgen. En dan wordt jouw hart uiteindelijk, zoals wij net hebben beschreven, zal jouw hart gaan behoren tot een dood hart. Omdat die zwarte stippen jouw hart zwart hebben gemaakt en hebben bedekt met arraan, bedekt met een soort van zegel, waardoor de waarheid niet meer binnenkomt. En waardoor de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala niet meer binnenkomt. Hij zegt, en dit hart, wanneer dit hart zo is geworden, dan zal hij hetgeen wat slecht is, zal hij niet meer afwijzen. Hij zal het zelfs niet eens meer herkennen. En hij zal het goede ook niet meer herkennen. Het enige wat dit hart doet, is datgene wat zijn hawa, datgene wat zijn begeerte verlangt, dat zal hij volgen. Hij zegt, en het andere hart, zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, wa qalbi abyad, een wit hart. La tadurruhu fitnatun,
Ma damat is-samawati wal-ard. Dus de profeet zegt, of je krijgt het andere hart. En dat hart is wit en het straalt. En geen ene fitna zal het kunnen raken, zolang de hemelen en de aarde bestaan. Dus dit hart die hij voor kiest om Allah subhanahu wa ta'ala altijd voorop te stellen. En om de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam altijd voorop te stellen. Zoals we hebben gezien in het verhaal van Yusuf alayhi salam. Yusuf is beschermd omdat Yusuf een mukhlis was. Hij was zuiver en hij was oprecht. En daarom heeft Allah hem constant beschermd. En dit is niet alleen voor de profeten. Want Allah heeft ons beloofd dat als jij je op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala begeeft, dan zal Allah jou helpen. En dan zal Allah de weg naar het paradijs voor jou makkelijk maken. En dan zullen dus de beproevingen die op jouw pad komen, en die zullen zeker op jouw pad komen, die zullen jou niet kunnen raken. En dan uiteindelijk, inshallah ta'ala, zal jij op het dag des oordeels behoren tot de mensen met een wit hart. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te laten behoren tot degene met een qalb as-salim. Degene met een veilig hart. Een qalb die levend is. Levend van de noor van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn leiding. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons daartoe laten behoren. En mogen hij ons beschermen tegen het verkrijgen van een zwart hart en een dood hart. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka.